leuk, volgens mij heel veel mensen al binnen. Over het onderwerp klimaatmonitor gaan we het hebben. Ook een project al een beetje toegelicht vorige keer. Een probleem, nou ja, probleem. Elke gemeente of waterschap moet weten wat hij eigenlijk aan het doen is. Of hij ambities gaat halen in 2050. Maar daar gaat Carlo straks van alles over vertellen. Dus, en het is leuk voor Carlo om even te weten aan wie hij eigenlijk presenteert. Dus dan begin ik even bij Sydney. Waarmee we dit altijd samen doen. Want die geeft altijd zo'n hele leuke inleiding waar we hier eigenlijk zijn. Ja, dat zal ik dan maar weer doen, hè. Ja, Sydney Staks. Ik werk bij de gemeente Nijmegen. Voorheen beheer water en riolering. Maar ik deed ook een stukje ecologie en vooral klimaatadaptieve voorzieningen. En nu werk ik bij het ingenieursbureau van de gemeente Nijmegen. Als water- en klimaatadviseur. En inderdaad, de intro is dat ik in genoegen mocht zijn om samen met Floris al vele jaren terug dit Climate Café te beginnen. Vanwege ons gedeelde passie voor wadi's en eigenlijk voor water in het algemeen. Maar met name het thema groen-blauw. Dus vandaar ook dat het Climate Café groen-blauw specifiek is ontstaan. En dat is eigenlijk ontstaan in coronatijd. Terwijl we het online doen voor onder andere studenten, maar ook voor professionals. En ja, Floris zit helemaal in het noorden, of nou ja, meestal zit hij in het noorden of aan de andere kant van de wereld. En ik zit in ieder geval wat meer in het zuiden en daarom leek het ons sowieso wel handig om het allemaal online te doen. En ook voor de kijkers en de sprekers, zodat we gewoon makkelijk zonder al te veel reistijd deze Climate Cafés kunnen organiseren. Dus ja, dat was mijn introductie. Top. Gaan we kort even een rondje langs? Blijven we even in Nijmegen, Frits? Ja, ik ben gepensioneerd en ik ben actief internationaal als voorzitter van de Small and Medium Wind sectie van de World Wind Energy Association. En wat betreft klimaatadaptatie. En daarnaast heb ik hier in Nijmegen zijn we met een regenwater opvang en infiltratieproject bezig en dat te automatiseren. Zeker, en die kun je ook terugzien, want Frits is ook een keer spreker geweest in dit Climate Café. Dan blijven we bij de gepensioneerde Sietske. Sietske Hoekstra, ik zit momenteel in de huiskamer in Leeuwarden. Ik heb jaren bij provincie Friesland gewerkt aan klimaatadaptatie, waterveiligheid en water- en ruimtelijke ordening. En momenteel zit ik hier in de gemeente in een werkgroep duurzaamheid en groen. En ik zit verder nog in een land van ons. Dat is meer buitengebied, hè? Ja, mooi. Nou, blijven we in Noorden. Idris. Hoi. Mijn naam is Dries, ik ben vierdejaars student bouwkunde. Ik zit in mijn vierde jaar bij Hans Hogeschool Groningen. Ik weet niet of je het kent. Ik doe momenteel mijn afstudeerstage bij Building. Dat is een innovatiecentrum die ook in de campus in Groningen ligt. En ik ben op dit moment bezig met een biobased gebouw ontwikkelen. Wat 100% secundaire bouwmateriaal gebruikt wordt. Dus alle bouwmateriaal die gaan we bij andere gebouwen die in sloop staan uithalen en in ons gebouw verwerken. Leuk. Ja, dat ben ik. Hartstikke goed. Ja, dat was vandaar nog op beeldingen overigens. Ja, leuk. Gaan we naar Bram? Hoi, Bram Wolters. Ben begonnen bij Sweco als adviseur klimaatadaptatie en heb tijdens mijn stage ook met Tigron Tigron gewerkt. Dus ook benieuwd wat voor ontwikkelingen er gaande zijn en wat er opgepakt wordt. Dus ben benieuwd naar je presentatie, Carlo. Dankjewel. Nienke? Ja, ik ben Nienke Bouwma. Ik ben strategisch adviseur klimaatadaptatie en duurzaamheid bij Stadswerk 072, dat is de openbare ruimteorganisatie van de gemeente Alkmaar. En ik ben al heel lang werkzaam in dit werkveld. Kom Floris af en toe tegen. Ja, precies. En we zijn ook aangehaakt bij het RAAK-project monitoring. En ik heb het afgelopen jaar ook meegedaan aan de het monitoringsverhaal van het Rijk over de regionale monitor.
heel interessant allemaal, maar hoe we moeten gaan monitoren, dat is nog best een vraag. Dus ja. Ik ben er heel erg in geïnteresseerd, dus ik schuif graag aan. Hartstikke leuk. Ja, en een van de komende afleveringen gaan we het ook echt specifiek over Alkmaar hebben. Dus, want oh, die mooi. Zijn er ook al mee bezig, dus dat is hartstikke top. Mooi. Ja. Even kijken, dan gaan we naar Bert. Ja, Bert Lemolen, nog lang niet gepensioneerd. Ik ben één dag per week collega van Floris en projectleider voor twee grote landelijke projecten op het gebied van waterkwaliteit en drijvende zonnepanelen en drijvend bouwen. En een aantal andere dagen ben ik docent ruimtelijke ontwikkeling ook op de Hanze. Leuk, welkom Bert natuurlijk. Ik denk dat we Lars even met rust moeten laten, want die zit in de auto. Wat vinden jullie qua veiligheid? Zullen we maar doen, hè? Oh, hij komt toch. Ik zie toch wat gebeuren. Ik sta toevallig heel even stil vanwege de introductie inderdaad. Ja. Lars Eemans, projectadviseur klimaatadaptatie namens TBS SVA. En wij kijken vooral naar de kwaliteit van het afstromend regenwater en niet alleen naar de kwantiteit. Hartstikke goed. En veilig rijden, Lars. Leuk je erbij. Daarom zet ik hem weer op stil. Precies, heel goed. Dus geeft dit een beetje beeld, Carlo? Je hebt ja, alles ja, zeker hier. Ja, je hebt privaat, publiek, academie, onderwijs, je hebt het allemaal. Dus ja, ik zou zeggen, Carlo, ja, we zijn geen collega's meer, eigenlijk nooit geweest volgens mij. Nee. Maar nee, precies. Dus nou, in ieder geval aan jou de beurt. Dus we zijn heel benieuwd naar je verhaal. Ja, ik zal me ook eerst even voorstellen. Mijn naam is dus Carlo van Opstal. Ik werk als adviseur klimaatadaptatie bij Tau. Alweer iets meer dan 2 jaar. Binnen Tau hou ik mij voornamelijk bezig eigenlijk met werkzaamheden voor het opstellen van klimaatstrategieën voor gemeentes, gisanalyses, maar ook tijgermodelleringen. Dus modelleringen van de extreme regenval en hittestress bijvoorbeeld. En een van de projecten waar ik ook de laatste paar jaar aan heb gewerkt is een klimaatadaptatiemonitor. Dat hebben wij gemaakt samen met de gemeente Groningen en Westerkwartier. Dat was eigenlijk een beetje een soort pilot om te kijken van hoe kan je dus eigenlijk die strategieën die worden opgesteld met uitvoeringsagenda's, hoe kan je nou die progressie die je daarin maakt, kan je dus meetbaar maken en kan je daarmee ook terugrapporteren. En ik heb een kleine presentatie voor jullie en daarna ook een kleine demo van wat wij hebben gemaakt. Ik denk Bram dat ik jouw verwachtingen al wel een klein beetje moet wegnemen in dit verhaal. En wij de koppeling met Tigern nog niet gemaakt. Dat is eigenlijk meer een beetje de vervolgstap die we willen maken. Maar ik hoop dat dit je misschien ook interesseert. Kunnen we mooi samenwerken. Dat is eigenlijk wat ik ook wil doen. Dus ik was ook al benieuwd. Kijk. Ik ga even mijn scherm delen. Zo. Als jullie tussendoor vragen hebben, unmute jezelf gewoon en stel de vraag. Ja, de klimaatadaptatiemonitor, dat is hoe wij onze tool hebben genoemd. En wij hebben die eigenlijk gemaakt in samenwerking met een ander bedrijfje. En dat heet Duurzaamheidskaart. En dat is een joint venture tussen Tau en een bedrijf uit Deventer, dat heet Mapcare. En binnen die organisatie bieden wij verschillende producten aan. En dat zijn eigenlijk allemaal dataproductjes. Die gaan bijvoorbeeld over een hitteinzicht, gaat over wat hittestress doet voor jouw gemeente, of loopafstand tot koelte of schaduwanalyses. Zo bieden we ook groene inzichten aan, van waar zitten nu bepaalde groene plekken, waar staan je bomen en dat soort informaties. En ook een van de klimaatproducten die wij aanbieden is een klimaatadaptatiemonitor. Ik heb ook een filmpje hiervan, maar die ga ik denk ik eventjes overslaan. En die ga ik zo meteen wel even het linkje van delen in de chat. Maar ik wil het eerst even hebben over monitoring zelf. Want je hebt verschillende manieren waarop je zou kunnen monitoren. En deze klimaatadaptatiemonitor die wij nu hebben gemaakt, die focust heel erg op type 1. En type 1 is eigenlijk, doen we wat is afgesproken. Dat houdt eigenlijk een beetje in van, binnen die uitvoeringsagenda's die gemeentes opstellen, zeggen ze eigenlijk van, we gaan in de komende 4 jaar zoveel huizen ontkoppelen. Of we willen graag zoveel extra bomen aanplanten. Of we gaan een hitteplan opstellen. Dat soort zaken. En deze monitor is echt bedoeld om die progressie eigenlijk bij te houden. Omdat wij in gesprek met de gemeente Groningen en Westerkwartier er eigenlijk
ja, achterkwamen dat zij op dit moment een heel inefficiënt proces hanteren om daarachter te komen wat die voortgang nu is. Dat zijn twee mensen die worden gewoon voor maandenlang erop uitgestuurd om al die informatie bij verschillende partijen te gaan verzamelen. En we dachten dat kan ook makkelijker in een tooltje. Dat is eigenlijk monitoringstype 1 die wij waar we een tool voor hebben gemaakt. En we zouden hierna willen verder kijken naar monitoringstype 2. Dus dat is als je eigenlijk inzichtelijk hebt wat je doet binnen je gemeente. Dus je weet waar je bijvoorbeeld bepaalde bomen hebt geplant. Of je weet waar je een wadi hebt aangelegd. Dat je ook wil kijken wat het effect is van die maatregel die je hebt uitgevoerd. Bijvoorbeeld de reden dat jij bomen gaat planten is bijvoorbeeld omdat je hittestress wil reduceren op een bepaalde plek. Nou, dat zou monitoringstype 2 kunnen zijn. En dat is waar Tywin ook in de toekomst om de hoek zou kunnen kijken. En het laatste type is, liggen we op koers? Gemeentes die hebben vaak een doel van we willen klimaatadaptief zijn in het jaar 2050, 2040, 2030, zeg maar even wat. En vaak is dat nu nog niet heel erg gedefinieerd wat dat nu precies inhoudt, maar het is wel hetgene waar we op af willen gaan. En monitoringstype 3 is eigenlijk om te toetsen, lig je op koers om dat doel wat je hebt te bereiken. Maar dat zijn we nog niet zover. We hebben onze tool eigenlijk op de volgende manier opgebouwd. Je hebt dat uitvoeringsprogramma wat ik eerder had benoemd. En dat uitvoeringsprogramma dat is eigenlijk voor twee personen binnen de gemeente vrij belangrijk. Je hebt het raadslid die eigenlijk wil controleren of dat uitvoeringsprogramma wordt gehaald. En die wil eigenlijk een harde check hebben van dit halen we wel, dit halen we niet. Beleidsmedewerker die zou eigenlijk wat meer informatie willen. Die zou eigenlijk op die punten uit die uitvoeringsagenda ook willen weten van joh, hoeveel vierkante meter hebben we nou bijvoorbeeld aangelegd of hoeveel aantallen, maar hoeveel geld heeft dat ook gekost en hoeveel FTE hebben we daaraan besteed, zodat hij daar ook in zijn toekomstige uitvoeringsagenda op zou kunnen sturen. En we hebben dat eigenlijk ook opgedeeld in verschillende categorieën en thema's, die informatie. En nou, in dit geval hebben we daar kopjes aan gehangen, zoals een project, of het heeft te maken met beleid, of het heeft te maken met onderzoek. Maar eigenlijk al die subkopjes die eronder staan, die zou je vrij in kunnen vullen. Als een andere gemeente bijvoorbeeld andere kopjes zou willen hanteren, dan is dat heel makkelijk in te wisselen. En we hebben er ook voor gekozen om thema's toe te voegen. Voor wateroverlast, hitte, groen. Om simpelweg een beetje te kijken, wat doe je op een bepaald vakgebied, zeg maar. Dus dat is vooral voor het klimaatstukje een stukje interessanter. Wat was die hashtag? Want ik zie vierkante meters, euro's, FTE. En de hashtag was? Aantallen. Oh, gewoon aantallen, absoluut. Ja, oké. Ja, thanks. Nu we toch vragen aan het doen zijn bij die thema's. Wateroverlast, hitte, dat is DPRA. Daarnaast staat groen. Maar droogte is een beetje de grote ontbrekende. Ja, klopt. We hebben toen destijds besloten om het project wat binnen scope te houden, dus niet al te groot te maken. Dus we hebben daarvoor gekozen om deze drie thema's te doen. Toevallig is het wel in de demo-versie die ik heb, heb je wel de optie, zeg maar, ook om droogte aan te vinken. Maar die komt dan vervolgens niet terug in het dashboard. Maar dat is inderdaad zeker wel een belangrijk thema, denk ik. Oké, ja, dank. Dus zoals ik eerder zei. Mag ik een vraag stellen? Sorry. Even bij die categorieën, hè? Want ik zie project, beleid, onderzoek en stimuleren. Dat laatste komt me wat vreemd over. En waar zit, zeg maar, want het is in opdracht van de gemeente gedaan, hè? Of ten behoeve van de gemeente. Waar zit hier de politieke component, zeg maar, het besturen? Ja, goede vraag. We hebben deze categorieën eigenlijk zo opgesteld, omdat dit is eigenlijk de manier, of eigenlijk de categorieën die we ook hanteren als wij een uitvoeringsprogramma opstellen. En toevallig hebben we dat dus ook voor de gemeente Groningen gedaan. Dus het is makkelijk om deze categorieën te hanteren en daarin te stimuleren, eigenlijk meer gefocust op, zeg maar, de gemeente niet heel erg in uitvoering is, maar ze willen juist andere partijen, ja, stimuleren om wel dingen te gaan ondernemen. Een voorbeeld zou kunnen zijn bijvoorbeeld subsidieregelingen. Dan ga je zelf niet dingen uitvoeren in de buitenruimte, maar zorg dus dat een bewoner bijvoorbeeld subsidie aanvraagt om bijvoorbeeld een groen dak aan te leggen.
En je vervolgvraag die sloeg een beetje meer op het bestuurlijk gedeelte. Ja, sorry, ik had mijn microfoon uitgezet. Ja, klopt. Ja. Ja. Ik denk dat dat een beetje onder het beleidskopje zou misschien kunnen vallen. Maar misschien kan je nog verder toelichten wat je ermee bedoelt. Nou ja, ik kan me voorstellen dat je ook informatie verzamelt ten behoeve van de gemeenteraad of van het college van BMW. En die hebben een sterk sturende taak, zeg maar, binnen hun gemeente. Maar ik zie dat niet als aparte component hier terugkomen. Nee. Maar misschien moet ik eerst even je verhaal verder afwachten, Carlo. Ja. Misschien wordt het zo meteen iets duidelijker. Ik denk ook dat daar misschien ook wat minder de focus op ligt binnen deze tool, hoor. Dat moet ik ook wel eerlijk bekennen. Oké. Nog andere vragen op dit moment? Niet, dan gaan we door naar de volgende slide. Hoe is deze tool nou eigenlijk opgebouwd? We hebben een dashboard gemaakt. En dat dashboard bestaat eigenlijk uit 8 pagina's op dit moment. Eentje is heel erg bedoeld voor het raadslid om dus die hoofdprestatieindicatoren die de gemeente heeft heel makkelijk inzichtelijk te kunnen maken. En dat een raadslid in één oogopslag kan zien, we halen onze doelen hierop wel en hierop niet. En daarnaast hebben we dan nog wat meer detailpagina's die ingaan op die verschillende categorieën en thema's, waarbij de beleidsmedewerker wat meer informatie uit kan kunnen halen. En hoe dat dashboard wordt gevuld, is via eigenlijk iets dat heet dan een praat mee. En dat zou je eigenlijk kunnen zien als een soort Google Forms. Dus eigenlijk een formuliertje met informatie die je moet invullen. En zodra je die informatie hebt ingevuld, dan wordt het gelijk doorgestuurd eigenlijk naar een dashboard en automatisch upgedate. En de beleidsmedewerker kan dat invoeren, maar het is niet per se verplicht dat hij dat doet. Dus stel nou, je hebt een woningcorporatie die heeft iets uitgevoerd, bijvoorbeeld die heeft extra bomen geplant. Die zou bijvoorbeeld ook dat formulier gewoon in kunnen vullen. Nu zal ik eventjes laten zien wat we ervan hebben gemaakt. Dit is in principe het dashboard waar je terechtkomt en eigenlijk de meeste informatie uit kan halen. Dit zou dus de landingspagina zijn en welke denk ik ook het meest interessant zou zijn voor dat raadslid. Dus in dit geval hebben wij ook echt puntjes genomen die in de uitvoeringsagenda als belangrijk beleid waren voor de gemeente Groningen. Ze wilden bijvoorbeeld in de komende 4 jaar meer dan 1000 bomen aanplanten. Ze wilden graag 2000 vierkante meter groene daken erbij creëren aan de hand van een subsidieregeling. Ze wilden graag 300 geveltuintjes planten binnen de gemeente. En ze hadden 15 verschillende wateroverlast en hittestresslocaties, waarvan ze er minimaal 15 aangepakt wilden hebben. En uit deze pagina laten ze eigenlijk in één opslag zien hoe ver de gemeente er nu voor staat. Nou, dan hebben we nog wat detailpagina's en die geven eigenlijk wat meer inzichten in informatie. Herladen. Hier zo zijn we op de detailpagina voor wateroverlast. En wat we hier zo kunnen zien is eigenlijk op het kaartje zien wij verschillende locaties waar er aan de slag wordt gegaan met het thema wateroverlast. En dan zijn hier de verschillende projecten die worden uitgevoerd. Het is een testomgeving die we hebben, een demoomgeving, dus vandaar dat er wat rare naampjes denk ik tussen zullen staan. Maar je hebt de titel van de activiteit en wat er nou in dit geval in de buitenruimte gerealiseerd zou worden. Zie je, er worden dus groene daken gerealiseerd, groene gevels, geveltuintjes, een regenton. En daarvoor is ook bijvoorbeeld bepaald budget begroot. Die zijn onderverdeeld in deze verschillende kostenposten. Nou, die zijn nu gewoon kostenpost 1, 2 tot met 3 genoemd. Maar je zou ze ook andere naam kunnen geven, bijvoorbeeld uit het GRP of ergens anders vandaan. En dan is er een bepaald bedrag begroot. En er is dus al een bedrag uitgegeven van wat er begroot is. En je zou dus ook kunnen filteren op zo'n projectje, waarbij je dus inzichten moet krijgen in dat specifieke project. Dan lijkt dit voor deze even niet te doen, misschien op de andere pagina. En hier rechts in de hoek hebben we dan ook informatie over de verschillende maatregelen die worden gedaan en hoeveel er wordt gerealiseerd. Dus we hebben gepland om 5002 vierkante meter aan groene parkeerplaatsen te realiseren.
Voor groene daken is het 100 en op dit moment zijn er al 50 gerealiseerd. En al deze informatie is dus ook uitgesplitst, zeg maar, voor de verschillende thema's. Dus voor hitte hebben we hier ook allemaal informatie in staan. Maar ook als je verder gaat naar bijvoorbeeld projecten, kan je zien welke projecten er allemaal worden uitgevoerd binnen die gemeente. Dus dit is de hele lijst. En die zijn ook uitgesplitst weer in die verschillende thema's. Wateroverlast, hitte en groen. En hier zo op deze pagina staat bijvoorbeeld ook beschreven hoeveel FTE er gereserveerd is hiervoor. Dit zijn eigenlijk die detailpagina's. En het eindigt nog met een overzichtspagina, waarin je een complete lijst krijgt van alle projecten met de locatie waar ze zouden moeten zitten. Maar ik zie dat deze kaart eventjes niet werkt. Nou, dat was eigenlijk in het kort wat wij hebben gemaakt samen met de gemeente Groningen en Deventer als demoproject. Zijn hier voor nu vragen over? Ja. Ja, er zijn een paar dingen. Doen jullie ook energie erin zetten? Dat zou dus wel heel erg goed kunnen. We hebben nu op dit moment voor de scope voor dit project dus alleen maar klimaatadaptatieprojecten gedaan. Maar je zou dit ook heel makkelijk toe kunnen passen voor een ander vakgebied zoals energietransitie. Dat je ook de locaties aangeeft waar je aan de slag gaat. Hoeveel voor de subsidieregeling voor warmtepompen wordt gebruikt bijvoorbeeld. Dus dat zou heel goed kunnen. Wat ik gedaan heb een paar jaar terug in gemeente Lingewaard boven Nijmegen, dat is dat we een nulmeting gedaan hebben. Mm-hmm. Want als je een aantal jaren later gaat kijken, dan moet je wel weten wat je start was. Ja. Klopt. En het doen van een nulmeting kan ook heel stimulerend werken naar mensen toe om maatregelen te treffen. Om te laten zien wat je al gedaan hebt. Ja, klopt. Het idee van deze monitoring is dus ook inderdaad, stel nou, je hebt nu dus alles ingevuld voor, laten we zeggen, 1 jaar. Dan zou je dus ook extra grafiek elementen kunnen toevoegen, die dus door de jaren heen meten. En dan kan je dus ook kijken, wat is nou bijvoorbeeld, hoeveel bomen hebben we in 2023 geplaatst, en hoeveel zijn dat er in 2024 geworden. Ja, en een laatste vraag. Doen jullie iets aan ook aan lucht- en waterkwaliteit? Bij het touw doen we daar heel veel dingen mee. Maar wat specifiek je vraag wat we ermee doen? Nou, dat is in monitoring. Ja. RIVM is ook aan het monitoren op luchtkwaliteit en een heel klein beetje op waterkwaliteit. Ja. Nee, heb ik nu even zelf niet zo scherp wat we daar precies allemaal op doen. Ja, want je hebt duurzaamheidskaarten boven staan. De klimaatadaptatie is breder. Ja. Nee, goed punt. Maar ik denk, zoals ik eerder ook had gezegd, we hebben nu de kopjes bijvoorbeeld voor wateroverlast, hitte en groen gedaan. Maar je zou hier heel makkelijk modules aan toe kunnen voegen voor bijvoorbeeld ook waterkwaliteit om te meten wat daar wordt gedaan. Wat ik nog niet had laten zien is, dus dit is dus het dashboard waar al die informatie in komt. Maar we hebben dus ook nog 2 formulieren waarin je dus die informatie erin zet om het dan vervolgens weer terug te krijgen in zo'n dashboard. En dit is een van die formulieren waarin je dan een project aanmaakt. Kan je nog een beschrijving toevoegen. Zou je hier dus kunnen kiezen wat voor categorie valt het onder. Is het een project? Is het, heeft te maken met beleid? Of is het onderzoek? Kun je hier je klimaatthema's aanvinken? Hier zo staat die Floris, droogte staat er al wel tussen. Gelukkig. En als je dit formulier eigenlijk doorloopt, dan komt die informatie dan vervolgens weer in de dashboard terecht. Maar maken jullie ook nog een link naar de climate scan? Met deze tool denk ik niet. Nee. Dat zou nog voor de toekomst kunnen. Want er staan veel meer voorzieningen dan je hier staat. Dus terecht de vraag van Bert ook, wat is je startdatum? Deventer heeft al sinds 2000 verschillende waardes die er nog niet op staan. Maar die zou je nog kunnen inladen. Ja. Maar goed, maar we gaan eerst naar Sietske. Ja, dankjewel Frits. Dan gaan we naar Sietske, die heel netjes de vragen in de chat heeft gezet. Maar en die kan ik natuurlijk voor je oplezen, Sietske. Maar jij kan het altijd zo leuk vragen.
Ja, nou over die thema's. Hè. Het leek nu net een beetje alsof wateroverlast voor hitte heb ik het zo snel niet gezien. Maar of dat overlapt, omdat je ook voor groene parkeerplaatsen daarop had staan bij wateroverlast. Mm. Is dat ook zo? Of, want wat valt er dan onder groen? Wat... Ja, in principe is het zo dat wanneer je een project aanmaakt, dan kan je dus meegeven voor wat voor soort thema het speelt. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat je maatregelen gaat plannen voor het aanleggen van een wadi. Dat heeft dan te maken met zowel wateroverlast als groen, als droogte, zeg maar. Dus het is meer een manier hoe je makkelijk binnen zo'n dashboard je informatie terug zou kunnen vinden binnen een bepaald kopje. En dat kan dus ook zijn dat het overlapt met elkaar. Ah, dus dat is niet, ik bedoel, dat is niet van dat lastig is. Het is gewoon van hoe je gaat zoeken. Ja, ik snap het. Ja, het is meer hoe je data wegschrijft. Ja. En ik had nog een andere vraag, want je begon met van, want de aanpak van locaties waar wateroverlast is, of locaties met hitte, maar die heb je dan eerst ook bepaald, hè? En hoe doe je dat dan? Of is het iets wat de gemeente gewoon weet uit ervaring, of is er wel zo'n soort scan op gedaan om dat te vinden? Zo'n 3D of zo voor wateroverlast of voor temperatuur. Vaak is het inderdaad dat gemeentes die hebben bij het opstellen van zo'n uitvoeringsagenda al van die verschillende stresstesten gedaan, waarin ze inzichten krijgen in wat voor soort wateroverlastlocaties te spelen binnen de gemeente. En die hebben ze dus al inzichtelijk. En daar hebben ze ook vaak al een prioritering aangegeven. En daarmee kan je dus ook die activiteiten die je hebt uitgevoerd, kan je ook een urgentie aan meegeven. Want de urgentie was hoog, middel of laag. En daarmee kan je dus ook aankaarten of je dus al zoveel van die urgente locaties hebt opgepakt of niet. Ja. Nee, helder. Dan zie ik het. Bert, je hebt ook zo'n mooie vraag gesteld in de chat, maar je wil hem vast wel even hardop vragen. Je leest hem vast wel netjes voor, maar... wat jij wil, Bert. Ja. Ik heb even een vraag naar, wat is de ervaring van het werken met deze monitor? Is daar al ervaring in opgedaan? Heb je al terugkoppeling gekregen vanuit de gemeenten? Ja, dus we hebben hem uitgerold bij de gemeente Groningen. De gemeente Groningen die gaf aan dat het invullen van de informatie eigenlijk best wel heel erg makkelijk ging. Dus via deze formulieren. Het enige waar ze zelf mee zaten was dat ze hebben naast dit systeem hebben ze dus ook een beheerssysteem. In het beheerssysteem staat ook heel veel informatie. En ze wilden eigenlijk die twee aan elkaar gekoppeld hebben. Alleen daar hadden wij dus ook zo, liepen we tegen wat problemen aan. Want dat beheerssysteem voert informatie in op een bepaalde manier. Dit systeem ontvangt weer informatie, ook op een bepaalde manier, en die sloot niet heel erg op elkaar aan. En als je dat dus passend wil gaan maken, dan ben je heel erg maatwerk aan het leveren. Dus dat is dus bij de ene gemeente heeft het ene beheersysteem, de andere gemeente heeft het andere beheersysteem. Dus dan moet je weer heel erg maatwerk gaan leveren, en dat maakt het dan weer erg lastig. Ja. Heb je ook inzicht, Carlo, hoe vaak het gebruikt wordt? En wordt het ook door raadsleden gebruikt? Nee, die informatie heb ik momenteel niet. Nee. Okay. Ja. Okay. Dankjewel. Meer vragen of opmerkingen voor Carlo? Kunnen we dit gebruiken in Nijmegen of in Alkmaar? Ik noem me willekeurig steden. Ja, nou ik zat ook al wat te denken, maar ik was vooral toch wel benieuwd naar je vervolgstap van je monitoren. Want dit soort tools die zijn echt wel handig. Ik heb ook bij ons de mensen even alert gemaakt op deze sessie. Ze konden helaas niet aanwezig zijn, maar ik weet zeker dat eentje daarvan sowieso gaat terugkijken. Want die wil ook graag weten hoe kunnen we dit monitoren. Maar bij ons heerst die vraag ook heel erg van, ja, hoe maken we nou ook de effectiviteit inzichtelijk? Want we hebben nu die vierkante meters hier bijvoorbeeld. Nou ja, ja. Van regentonnen, het draagt zeker bij, maar daar is het effect heel anders van dan bijvoorbeeld infiltratie met wadi's.
Dus ik denk wel dat dit inderdaad een goede eerste stap is. Maar ik ben wel heel benieuwd ook naar de vervolgstappen. Ja. Ja, nou daar kan ik wel mijn visie op delen. Dus hoe ik het zie is, het is altijd eerst belangrijk zeg maar dat je inputdata moet verzamelen. En dit is eigenlijk een manier om inputdata te verzamelen. Omdat je dus ook via deze formulieren kan je dus ook, als je naar de volgende pagina zou gaan, een locatie aangeven waar die maatregel dan gesitueerd is. En omdat je in het formulier ook meegeeft wat de eenheden zijn, kan je deze informatie vervolgens in een model zoals Tywin heel makkelijk inladen. En op die manier in Tywin kan je dan vervolgens weer je wateroverlastanalyse die je normaal gesproken zou doen op de huidige situatie met de informatie die je nu hebt. En dan vervolgens zou kunnen doen met deze maatregelen erbij, kan je wel heel erg goed het verschil zien. Dus dat zou eigenlijk de vervolgstap zijn om, als je dus een heleboel data hebt verzameld, die je link dus te kunnen leggen met Tywin. En ik weet nu al dat dat niet, dat is geen rocket science, zeg maar. Dat is niet heel moeilijk. Nee, maar ook de visualisering. Hè? Want dit vind ik vind dit heel mooi, omdat je hier dus echt mee laat zien van, inderdaad, net zoals Frits zegt, er is een nulmeting. En wat is de voortgang? Dat is iets wat zeker de mensen bij ons bij beleid heel belangrijk vinden. Maar ik ben zelf ook wel geïnteresseerd van, als je dan naar het effect gaat kijken of die voortgang dan wel hetzelfde is. En wij doen dat zelf bij Nijmegen ook met wateroverlast, echt het modelleren en zo. Maar dan bij een, om maar even heel simpel te zeggen, is mijn werk bijna klaar. En dan moeten we het weer naar het volk brengen. Daar is dit dan weer heel, heel geschikt voor. En om dat inzichtelijk te maken is misschien wel weer wat complexer. Ik weet niet of Alkmaar daar hetzelfde over denkt. Ja, ik wilde eigenlijk inderdaad net, niet hetzelfde zeggen wat jij zegt, maar wel aangeven van, het is mooi om op deze manier een beetje je activiteiten te structureren, zeg maar, wat er gebeurt. Hè? Want dat is ook, we doen heel veel, maar wat werkt nou, zeg maar? En we weten soms wel dingen die werken, maar wat is nou het effect? Wat is je opgave? En waar kunnen we nou een vinkje zetten met, deze wijk is klimaatadaptief? Nou, dat willen we allemaal weten natuurlijk. Maar goed, zo makkelijk gaat dat niet. Dus ik vind dat verhaal van het koppelen aan Tywin wel mooi om te horen. Ik ben alleen, ik ben een beetje van de generatie. Toen ik begon, toen hadden we nog niet eens een computer, zeg maar. Dus Ik moet nog wel heel erg bedenken van, goh, hoe kan je die verbinding nou maken? Hè? Je hebt natuurlijk heel veel data nodig om dat dan te doen, zeg maar. Ja. En hoe ziet dat er dan uit? Is dat, je zegt zelf, het is geen rocket science. Dat geloof ik dan ook wel. Maar op wat voor manier doe je dat dan en zo? Dus die stap, daar ben ik ook wel in geïnteresseerd. Maar goed, dat met mijn andere collega's, die ik overigens ook had uitgenodigd, zeg maar die zijn er niet, wil ik dit wel bespreken. Ik vind het wel interessant, inderdaad. Dus, en morgen, we hebben morgen even een overleg over hoe gaan we aan de slag met zo'n klimaatadaptatiemonitor, zeg maar. Dus interessant. En goed dat we hier met z'n allen mee bezig zijn, zeg maar. Ja. Ja. Ik heb nog een vraagje daar vervolgens, behalve het invoeren, maar ook weer over het uitdragen. Kun je hiermee een rapportage uitdraaien? Nee, op dit moment is het eigenlijk gewoon het dashboard aan zich, zeg maar. Dus als je als gemeente, je zou dus zo'n product afnemen, dan krijg je gewoon 10 accounts en dan kan je hierop inloggen. Maar op dit moment is het nog niet dat je dat uit kan draaien als een soort PDF of iets dergelijks. Nee. Oké, dat zou ik wel handig vinden, want dat ik weet hoe dat gaat met beheerssystemen en dashboards. Dus dat toch maar een paar mensen binnen een gemeente vaak dat echt kunnen. En anderen daar dan wel geïnteresseerd in zijn, maar de tijd dan niet voor hebben of kunnen vinden. Maar wel graag vlug die gegevens willen inzien op het moment dat het voor hun belangrijk is. Dat zou misschien nog wel een toevoeging kunnen zijn. Ja. Ja, dat is dan wel een goeie hoor. Ik heb deze al wel eens een keertje ook eerder voorbij horen komen. Ja. Zeker voor raadsleden is zo'n mooi overzicht heel handig. Wat Bert ook aan refereerde.
Ja, ja. Leuk. Nog meer tips en trucs of vragen? Hoe ver zijn jullie nou nu met het, het klimaatadaptatie soort van template in Tigon zetten? Ik bedoel, wij zijn er ook in een startende fase mee, ook op onderzoek uit van wat kunnen we daar nou mee en hoe kunnen we dat integreren in bijvoorbeeld dashboarding. Hoe ver zijn jullie daarmee en wat zijn jullie ambities daarin? We hebben dus al wel wat testcases, zeg maar, waarin we dus een vergelijkbare methodiek hanteren. Dus dat je punten zet in een viewer, zeg maar, waarin je dus informatie meegeeft en dat gelijk linea rechtdoor wordt gestuurd in Tigon, wordt doorgerekend en dan vervolgens in een viewer de effecten ook weer worden teruggegeven. Dus dat is het stapje waar we nu zijn. Die vertaling, zeg maar, daarvan naar dashboards, nog niet één op één, zeg maar. Dus we hebben wel andere voorbeelden van hoe we informatie uit Tigon weer vertalen naar dashboards, maar nog niet in deze context. Ja, want de klimaatadaptatie monitor, ik ken het zelf nog niet heel vanaf, maar dat is ook een samenwerking, toch? Tussen onder andere jullie, maar ook vele andere partijen en gemeentes en publiek-privaat. Klopt dat? Of? Ja, dus dat kan Floris denk ik iets meer over vertellen, over de RAAK organisatie. Ja. Precies, over het hele project, hoe dat, hoe dat zit. Ja, in dit geval gaan wij in het RAAK-project gedurende 2 jaar kijken naar deze uitdaging eigenlijk. He, welke tools zijn er al en hoe kan je het makkelijkst ook echt een beeld creëren waar je staat, maar ook of je de ambitie het gaat halen in 2050. Dus he, dit is daar een voorbeeld van. Er zijn natuurlijk veel meer. He. Je hebt ook de nationale monitoring. Je hebt dit per gemeente bijvoorbeeld, wat twee kanten op, bottom-up en top-down zou je kunnen zeggen, een antwoord moet geven. En met name, dat vind ik ook wel mooi van dit overleg, je laat iets zien, hè, dat visualiseren, dat stimuleert ook. Maar je komt tegen een paar dingen, praktische dingen aan. Wie gaat het bijhouden? Systemen die niet met elkaar praten. Want er zijn meer dan 10 beheerssystemen bij de meeste gemeentes ook, die niet praten met dit soort systemen. Je hebt nog veel meer tools. Nou, Frits noemde Climate Scan al. Er is heel veel informatie, maar hoe ontsluit je dat? En ook ja, dat je weet dat die voorzieningen er liggen, hoeft niet te betekenen dat ze functioneren nu en ook niet in 2050. Vorige week was Limburg weer een heel leuk voorbeeld daarvan. Er zijn voorzieningen gebouwd die zelfs nog problemen kunnen opleveren bijvoorbeeld. Dus, nou, dat zijn allemaal, klopt die data, hoe visualiseer je het, hoe krijg je mensen in beweging? Gewoon even een paar dingen die ik nu noem die ontzettend belangrijk gaan worden bij dit project. En dit project hebben we het dan over, nou ja, Groningen werd net al genoemd, maar ook Friesland tot Noord-Holland. Dus we pakken een heel groot gebied van Nederland daarin. Dus misschien een lang antwoord op je vraag. Maar dat is in ieder geval, en daarom misschien als inleiding, daarom deze sessie, en dan gaan er meerdere volgen. Om gewoon eens te kijken, welke ideeën zijn er nou bij andere gemeentes en hoe pak je dit aan? Dat we ook in dit stadium, waar iedereen er eigenlijk nu pas mee begint, wat jammer is, want DPRA bestaat al een tijdje, we weten al van de Delta Commissaris dat we dit moeten gaan aanleveren. Maar het wordt nu wel tijd om echt goed te gaan kijken of we de goede dingen doen en of we de ambities halen in 2050. Dus het zou ook heel leuk zijn als een oproep naar jullie ook. Zeker bijvoorbeeld wat Tigon doet, maar ook andere gemeentes zoals Alkmaar noemde ik net al even. Om echt meerdere gemeentes even aan het woord te krijgen hoe zij dit oplossen en hoe zij dit visualiseren. Dus als een van jullie of iemand die kijkt denkt van ik wil graag hier iets over vertellen, dan neem contact op met Sydney en mij. Ging van een vraag naar een oproep. Ja. Sorry. Dank. Maar het is een super mooie stap toch? En ik denk dat er nog heel veel in te ontwikkelen is. En ook echt super toffe dingen aan gaan komen. Dus ik ben ook benieuwd naar alle ontwikkelingen. En ik denk zelf ook graag mee. Dus, leuk. Mooi. Een mooie stilte. Voor iedereen. Ja, volgens mij, als er geen vragen meer zijn, is dit echt een leuk voorbeeld van de visualisatie. En ook, ja, zoals ik net al een paar dingen noemde, het roept natuurlijk ook vragen op hoe we dit in de toekomst moeten gaan doen. Dus echt, laten we elkaar helpen en die kennis ook uitdelen over dit onderwerp. Dus volgende week is dit ook weer het onderwerp. Daar komen we nog op terug wat de inhoud is. Dat wordt een mooie verrassing.
toch? Ja. Sydney, cliffhanger. Dat wordt een verrassing, ja. Ja, maar we gaan naar verschillende gemeentes ook kijken en soms even de diepte in, ook met sommige berekeningen. En die effectiviteit komt in ieder geval terug, want dat is een vraag wat veel mensen hebben. Dus dat is in ieder geval voor volgende week. Dus dan hebben we altijd de laatste vraag nog van Frits. Frits, kom er maar in. Ja, was meer een opmerking. Oh. Ik heb meegewerkt in de gemeente Beuningen, aan de andere kant van Nijmegen. En daar heeft DHV een dashboard ontwikkeld voor bewoners. En daar ging het om de invulling van duurzame energie. Dus inwoners konden zelf, de 35.000 inwoners, 8.000 daken. Gaan we die volleggen met zonnepanelen? Plaatsen we windmolens? Allerlei maatregelen. En de bewoners konden zelf kiezen. En dat gaf direct ook een effect. Dus het energiegebruik van de gemeente was dat erin en verwerkt. En daar kon je dus zien dat windturbines veel meer en veel grotere invloed hebben op het invullen van die klimaatneutraalheid wat energie betreft dan zonnepanelen. Want iedereen roept, het is zet ze maar op daken. Maar als je dus die 800 huizen van zonnepanelen voorzag, dan had je maar een fractie van je doelstelling. Het is meer een hint van God. De gemeente Beuningen heeft zo'n ding door DHV laten ontwikkelen. Ja, en verbreed misschien inderdaad de doelgroep. Want dit is vooral voor de gemeentes bedoeld, ook om in te vullen. En het is wel leuk dat jij het ook zegt, Frits, want wij zijn heel erg bezig ook met groene daken, blauwe daken te registreren. Maar die prachtige waterbergende voorziening van jou, die staat bij ons nog niet op een kaart, omdat we daar geen systeem voor hebben. En als jij het kon invullen, zou die er al op staan, denk ik. Ja. Gaan we proberen. Ja. En natuurlijk mensen als Frits, dat is vaak 60% van het stedelijk gebied. Hè? Dus de monitor die we nu invullen met de publieke partij is vaak maar 40% van de klimaatadaptatie. Dus maar een deel. En daar gebeurt natuurlijk veel meer dan een particulier gebied. Maar het is echt mooi om dat ook mee te nemen. Nou ja, waar Frits het over heeft, gaat natuurlijk ook over mitigatie. Het zou ook heel mooi zijn om te kijken of we adaptatie en mitigatie meer kunnen verweven. En elkaar ook kunnen stimuleren, want beide is mogelijk. Dus hartstikke leuk. Oké. Dankjewel. Hartstikke mooi. Ik vond het ik heb er niks meer aan toe te voegen, Frits. Na deze hele mooie opmerking volgens mij. Ik denk dat we een hele mooie sessie gehad hebben. Carlo, hartelijk bedankt. Zelfs in de vakantie. Voor velen. Om jou hier te presenteren. Dus voor jou een virtueel mooi applaus. En en iedereen natuurlijk bedankt dat ze toch in grote mate aanwezig is. En de interactie om ook wat opmerkingen te geven. Op deze manier komen we verder. En van ons de belofte om dit leuke onderwerp volgende week weer aan bod te laten komen. En we hopen dat jullie er weer bij zijn. Hele prettige avond. Tot de volgende keer. Dankjewel. Bedankt. Tot ziens. Dank allemaal. Oké. Hoi. Dag. Heb jij nog...